Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Dead Rising 3. Daniel, tief nu even op. Ik ga gewoon weg. Ik ben een zombie geworden. Het ziet er toch beter. Geeft u, dit ziet er beter uit. Ik heb een handje hier, ik heb darmen om me heen, ik heb overal bloed. Dat past toch veel beter bij me dan zo'n Borat kleding, toch? Of niet? Nee, dat bedoel ik maar te zeggen. Dus wat gaan we vandaag doen, Stefan? We gaan gewoon lekker verder met missies. Dat gaan we vandaag doen. Ja, ik ga even blueprint zoeken, want ik ben helemaal zat. Stefan, dat hadden we niet afgesproken, jongeman. Dat hadden we juist afgesproken. Nee, want we zouden ze... Nee. Als we het tegenkomen gaan, zouden ze oppakken. Ja, oké. Laten we eerlijk zijn. Als we dit hier klaar zijn met opnemen, dan gaat geen van ons nooit meer überhaupt het spel aanraken. Sowieso dat ik een keer ga spelen. Dit spel is genieten, jongen. Oké. Zeg maar waar we heen moeten. Laat mij maar rijden. Ik ben beter een rijder dan jij. Echt niet. Kijk dan hoe goed het gaat. Ja, met dit ding, ja. Ballertje. Hoppa. Waarom heb ik een... What the fuck heb ik in mijn hand? Holy shit, ik heb iets gegooid. Wat is dat? Oké, ik weet niet waar we heen moeten, Daan. Ik heb ook geen idee. Ja, maar jij bent goed in navigeren. Nee, daar ben ik niet goed in. Hoe dan? Dat weet ik niet. Alsof ik weet wat ik doe. Ik weet niet eens wat ik in mijn hand heb. Ik gooi gewoon wat dingetjes. Hoja, hoja, hoja. Hoja. Oké, je moet totaal de andere kant. Je weet toch waar je heen moet gaan? Je ja, ik zie daar een blueprint, jongen. Je ziet ook dat gele ding op de map, of ik niet? Ik zie daar boven een blueprint. Als we één zouden tegenkomen, zouden we hem pakken. Ja, met deze hadden we niet... Weet je nog, die konden we niet krijgen de vorige keer, weet je nog? Nee, dat was deze niet, denk ik. Dat was deze wel. Dat denk ik niet, man. Weet ik 100% zeker. 100.000% zeker. Maakt nog niet uit, dat maakt niet uit. Als jij nog een keer wil falen, moet je het zelf weten. Oh shit. La da da da. La di da di da. Ik denk dat we hem wel kunnen krijgen, man. Ja, doe maar. Ik gun het je. Ga ik zeker doen. Dan zoek ik vast even een nieuw vehicle. Ja, is goed. Oh, de deur is gelokt. Waarom? Oh nee, wat toevallig. Dat zag ik nooit aankomen. Oh. Nee, dat was een ander. Dat is een ander huis, Daniel. Ga nou niet zitten fucken dan! Kut aap! Balletje dat je bent. Waar de fuck ben ik? Holy shit. Inderdaad, waar de fuck ben je met mijn motor? Wat hè? Waar de fuck ben je met mijn motor? Dat was mijn motor, die heb ik gespawnd. Maar niet uit. Je was een beetje kapot gegaan, zei ik net. Ik weet niet hoe het komt, maar hij was een beetje kapot. Stefan, achter je. Hoppa. Dus we moeten even een... dat zijn twee motors. Ik ga die tragic ending checken. Wat dan? Ik ga die tragic ending. Ja, doe jij dat even, Yogi. Waar was die dan? Ik zie hem niet. Oh, daarboven is die. Moet ik hier naar binnen? Denk ik, yep. Oké, oh, daar kan ik langs. Hoppa, sukkel. Yeah, zombie! Woo! Zombie uit de lek. Hij stopt even mee. Okay, hoe kom ik daar nou bovenop dan? Dat weet ik niet. Woe, dat is hier de vraag. Sorry, erop. Hey. Oh, sta ik nu in de fik? Nee, ik wou net zeggen, hey, dat zou wel vervelend zijn. Oh, hier val ik naar beneden. Ah, zombie, doe dat nog niet. Je moet daar bovenop zien te komen, Stefan. Je moet in het huis zien te komen. Ja, maar ik ben aan het kijken hoe. Zal ik vast naar de missie te gaan? Ja, doe je ding. Doe je dat dan? Ik ben toch boos op jou vandaag, dus... Wat heb ik nou weer gedaan, Stefan? Ik weet het niet meer, Daniel. Dat ben ik dus vergeten. Arme Stefan. Arm jochietje dat je bent. Je verdient echt gewoon... Dat je een kerel in je bek geslagen wordt, moet ik zeggen. Nou, misschien doe ik dat ook wel. Die zelf in je bek slaan? Dat wil ik wel zien. Doe dat even. Oh, shit. Oh, yes. What a jump. Holy moly. Perfect. Helemaal perfect gewoon. Geweldige jump, al zeg ik het zelf. Oh, even dit. Nou, Oké, ik ben in het huis. Goed gedaan, jochie. Helemaal trots op je. Helemaal trots. Nou, ik ben boven op het huis in elk geval. Wauw, heb je dat gedaan, Stefan? Holy moly, dat is wel geweldig van je, moet ik zeggen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Als ik eerlijk ben, dan is het echt heel knap voor jou. Dat je zomaar
gewoon bovenop dat huis ben geklommen. Daniel, ik heb het gevoel dat je me in de zijkant. Wauw! Daniel. Super, man. Daniel? Ja? Ik heb het gevoel dat je me in de zijk neemt. Nee, ik? Ja? Nee. Nou moet ik voorzichtig daarop vallen. Oh, ik kan iets maken. Nee, ah man, rolt hij er vanaf. Oh, dat is minder, hè? Dat is minder. Of niet? Nou, dat was niet hoe ik het had gepland in elk geval. Ja, dat snap ik. Weet je, die tragic endings zijn gewoon fucking veel PP. Ze zijn hier helemaal geen enkele PP. Echt wel? Nope. Ze geven 3000 pp of zo. Ze geven 0 pp's. Echt niet? Ze geven 0 pp's. Echt niet? Ik garandeer het je, ze geven 0 pp's, jongen. Oké, dan gaan we zo wel even zien dan. Ja, zeker. Dan gaan we zien wie er gelijk heeft, Daniel. Ik heb sowieso altijd gelijk, dat weet je. En als ik gelijk heb, Daniel, dan verwacht ik er excuses. Ja, als je gelijk hebt, maar je hebt geen gelijk. Holy, what the? Holy moly. Is het gevallen dit keer? Wat dan? Oké, ik ben er bijna. Goed zo, jongen. Oké. Prachtig gedaan. Zo, dan zijn we ook even van deze zombietjes af, hè. Hoppakee, wat? Oh, geïnspect en... Hoeveel pp krijg ik? Zagen jullie het linksboven? 2000 pp, wat? Nul gekregen. Nee, er staat zelfs 2000 pp flikker. Bullshit, ik heb niks gekregen. Nee, omdat jij ze niet vindt, omdat ik ze altijd pak. Bij mij staat wel tragedy found, zo. So. Ik heb gelijk. Nee, echt niet? Echt wel. Nee, fuck you. Daniel, ben jij hier geweest? Titatatos. Imgoretus. Ik ben even zombies aan afstarten. Daan, ben jij hier geweest? Want er ligt hier een dildo. Nee, ik ben er niet geweest. Niet voor zover ik weet. Hoppa. Oeh, blueprint. Nice. Hey, pak hem. Heel Mary. Hallo. Hoe maak ik die? Ja, de map. Hey, heb ik nog... Hier met dit? Waar de fuck ben ik? Oh, je hebt het helemaal daar, joh. Tering. Oh yeah, boy. Boy. Yeah, boy. Oké, zo diep. Hoho, hallo. Die bewaar ik wel eventjes voor je als je die erg vindt. Er ligt hier nog een blueprint. Die wil ik nog even halen. Hop. Hop. Oh, ze denken dat ze goed zijn. Oh, kuts. Oh, kuts hebben we omringd. Zo, ik heb de flywheel gevonden, jongen. En moeten we nu teruggaan naar de plane. Nope. Oh man. Wat ben je nou allemaal aan het doen, joh? Ja, ik word echt ingesloten door allerlei duizenden en zombies, weet je wel. Maar maak ze dan dood, jongen. Wat denk je dat ik mee bezig ben? Een theekrantje? Nou ja, ik zou dat wel doen, maar als ik zombies tegen zou komen, zou ik zeggen... Zo de mieder, toch op, Daniel. Echt. Wat ben je ongesteld vandaag, jochie? Ik ben zwanger. Oh. Hoe awesome dat zie ik wel aan je. Pardon? Noem je mij nou dik, Daniel? Serieus? Noemt de grootste outieboy van de wereld mij dik? Ja. Fucking outieboy. Wat doen we niet mee? Outieboy. Oh nee, dat mag. Oh, dat mag? Dat mag jij doen, joh. Ook als ik je lelijke outieboy noem. Want jij weet, holy shit, wat een jump. Dat mag jij doen als je dat wil. Ik ben even pipi aan het verzamelen hier. Wow. Oh shit, explosies. Niet goed. Hoppa. Boom! Habeli! Oh, wow, hallo! Die willen wij even doodmaken. Stealth! Yeah! We're bijna level up, Daniel, dan kom ik weer helpen. 1000 pp's! Oh, nice, level 26! Wow, radicaal! Goed gedaan, jongen! Daan, ik heb het gevoel dat je me in de zijk neemt, maar hey, ik tuurlijk niet! Dat zou ik niet durven. Ik jou? Nee, toch. Ik? Zoiets doen? Nee, ik? Echt zo'n kutmogel ben je soms. Wat? Wat heb ik nou weer gedaan? Wat heb ik nou weer gedaan? Ik ben Daniel! Oh, ik ben nog hier! Agressief, ja. Jongens, zo de mythe toch even heel gauw op met je lelijke hazels. Agressief feintje dat jij bent. Ik ben niet agressief. Nee toch? Oh, ga weg zo'n beetje. Zompmietje, hey ho! Hey ho! Sorry, spijt me niet meer zeggen. Zo, even piepjes verzameld hoor.
even om dit gebouw heen, denk ik. Hoppakee, ik ben er bijna. Ik kan bijna teleporteren. Ja, ik ga even die blueprint hier vinden hoor. Ik kan bijna teleporteren. Ik ga eerst die blueprint hier vinden. Ik kan bijna teleporteren. Ja, maar ik heb bijna die blueprint gevonden, denk ik. Nice man. Goed gedaan, jongen. Hoe kom ik daar? Blueprint. Dat gebouw. Ga weg. Vies rikje. Oké, ik ga nu die blueprint vinden. Weet je het zeker? Nee, ik weet het nog zeker. Oh man, het is hier veel te druk met zombies. Ja, dat gevoel ken ik wel eens, moet ik zeggen. Oh shit, explosie! Oh shit, ik loop de verkeerde kant op. Oh! Oeps. Maar desalniettemin denk ik dat ik bijna de blueprint heb gevonden. Ik heb een blueprint gevonden. Nice. Oeh, maak die even. Die wil ik hebben. Dat niet. Ik heb geen electronic staff. Ik heb hem. Wat heb je dus nog meer? Dus dat kan jij maken. Wat heb je nog meer nodig dan? Geen flauw idee. Zal ik even kijken dan? Doe maar, jongetje. Even een appel. Dat is geen appel. Dat is een bag of candy. Nog beter. Electrolyzed stuff. Oh, ik heb geen... Liquid nitrogen. Wow. Maar ik heb alleen maar de electrofire staff. Dus ik kan heel snel gaan met de auto. Huh? Ik kan heel snel gaan met de auto. Vroom, vroom, vroom. Oké, ik loop even lekker naar de... kamer toe, waar we heen moeten gaan. Ja, ik loop er maar naartoe. Ik teleporteer met een minuutje. Een minuutje? Zo lang? Nou, zo kort. Dan heb je nog geluk als het... binnen een minuut klaar is. Wij klootommel. Wie nou een klootommel? Jij! Waarom? Wat doe je, jongen? Je bent al 20 minuten. Ik heb hem al gevonden, Daan. Hé, dit is een blooper die je ook nog leuk vindt ook. Nice! Die hebben we toch al 3 keer opgepakt, of niet? Ja, dit is weer een upgrade. Hoppa. Oké. Okay. Get to the plane, chopper! Get to the chopper plane! Kom nou, man. Ik denk dat ze mij wel vertrouwen met deze kleren. Wie niet? Daarom. Ik ben niet van de politie. Ik ben niet van het leger. Ik ben geen stripper. Ik ben gewoon een normale man. Met een darm om zijn nek. En een hand in zijn zak. En heel veel bloed op zijn kop. Dat is totaal irritant, Steven. Je moeder is irritant. Nee joh, dat is helemaal niet. Best een aardig mens. Echt? Ja. Nou, laatst, toen ik met haar het bed deelde, waarom heeft hij, weet ik veel, eyeliner op of zo? Omdat hij vrouwelijk is. Wil je dat hij piept met het vliegtuig? Nee, tuurlijk niet. Hij zou dat nooit doen, jongen. Hij is onze beste buddy. Hij is Diego. Diego, man. Nick. Oh, een pik. Oké, nou ja, doei. Doei, doei. Niks, Nickelpik. Ja, doei. Laten we er gewoon achter, wat boeit dit? Waarom heb ik eyeliner op eigenlijk? Waarom heb ik zoveel make-up op mijn gezicht? Dat is geen make-up, dat is bloed. Oh. Even lekker knuffelen. Wat? Even vingeren? Even knuffelen met die met darm om je heen en alles, geen probleem. Even lekker knuffeltje geven. Ja. Alright, let's do this. Precies, precies. Want wij vertrouwen jou ook niet. Ding is. You take this, bro. I don't really trust myself anymore, you know. Die geel. Lol. Wat gebeurt er? We worden gevangen genomen. Oh. Oftewel iets wat vaker gebeurt in Dead Rising, dat er opeens oorlogmannetjes aankomen. Oh, dus nou wordt het een. Nu zijn het meer dat je vecht tegen die dudes dan tegen de zombies. Oké, nou ook leuk natuurlijk. Ja, daar is helemaal niks mis mee, want deze leven tenminste nog, die voelen tenminste nog pijn, weet je wel. Zombies voelen geen pijn.
Dus kan je er meer van genieten, weet je wel, niet zo maar. Oh nee, ze hebben een zombie gemaakt. Ah! Spoilers! Ik moet echt mijn nagels zo even knippen, man. Bijt ze af. Ja, dat vind ik vies. Hey, 49. Hé, hey, de zieke. Oh, een blueprint, zie je dat? Stefan, zag je dat? Oh, ik zie hem, ja. Wat heeft hij voor een kut gezicht? Wat gaan we activeren? Welke test? AIDS? Oh, laser beams. What the fuck? Nice. Wat gaan ze doen? Wow! Nu wordt hij homo omdat er een paarse laser op hem geschoten wordt. Wat? Wat gebeurt er allemaal? Ja, man. What the fuck? What? That's fucking awesome. Is ons maatje Diego nou dood? That is fucking awesome, holy shit. Nice. Waarom komen opeens duizenden insecten uit Diego's hoofd? Tja. Maar ze zit in een wheelchair. Een rolstoel. Ze is disabled. General Hemlock, the lab has been compromised. Repeat, the lab has been compromised. Weet je wat ik denk? Dat de zombie uitbreek door ons komt. Dat er iets in ons zit en als we dan doodgaan, dat, er dan allemaal, dat wij dan zeg maar die wormpjes en al die andere poepjes zijn, zeg maar. Al mijn wapens zijn afgepakt. Oeh, claimed! Ik zeg claimed! Dat mag je zeggen. Het is al te laat zeker. Mag ik hem even vasthouden dan? Ja, maar ik weet zeker dat hij het niet teruggeeft. Jawel, ik graag terug. Ik zou hem graag terug willen hebben. Ja, ja, als jij hem terug nog even gewoon terug. Ik zou hem graag terug willen hebben. Waar ligt hij? Hier op de grond. Hier is liquid nitrogen. Oké, cool. Er was een zombie achter je, dus ik maakte hem even dood. Ja, dat zou ik ook zeggen. Nee, echt serieus, kijk op mijn vier. Ik zie hier geen zombie hoor. Die hier, deze. Die hier, deze. Okay, hier, ik heb mijn voeten, die leeft nog steeds, zie je? Nee, dat is geen zombie. Ja, flikker op, man. Ik heb wel even afwasmiddel. Bots! Nice, man. Calm down, dude. Diego, rip Diego. Holy shit, kijk hoe Diego er nu uitziet. Nice. Ik zou hem doen. Let's see. Headache. Hey. Chemicals. Wat is er gebeurd met hem? Ja, dat heb je gezien wat er gebeurt met een sledgehammer, nice. Hey, geef me op zoiets ook wat wapens dan. Ja, maar dan denk je allemaal bone saws en... Jij hebt die rake, geef mij die sledgehammer dan. Nee. Dat is eerlijk. Hier is een surgical knife, zo. Ja, nee, daar heb ik lekker veel aan. Daar heb je wel wat aan. Hier is een broom. Een koffie. Vuile flik, dat ben je. Hier, dat mag je hebben. Alsjeblieft, mijn kutroep. Ik zie niks. Oh, nu zie ik wel wat. Heb je nou die sledgehammer gedropt? Ja, nee. Wat dropt hier dan? Een scissors. Oh. Schaartje. 12, nummer 12. Oh, hallo. Oh, Isabella Keys. Ken je die? Nee. Geen idee. Oh, is dat... What? Is dat die check van de Rising In? Maar dan oud. Weet ik veel. Jij hebt de Rising In gespeeld. Dat is alweer een tijdje terug. Alweer een tijdje terug. Zou best goed kunnen. Ik wilde Dead Rising 2 met jou spelen. Die heb ik je toen ook gegeven voor 30 euro of zo. 30 euro jou gespendeerd. Dat was niet Dead Rising 2. Dat was Dead Rising 2 of the ja, record of zo. Dat is Dead Rising 2, maar dan met extra dingen. Dat is een DLC'tje ervoor. Nee, dat is letterlijk Dead Rising 2. Dat is niet de volledige Dead Rising 2. Dat is de volledige Dead Rising 2, vriend. Volgens mij wil ze me. Komt vanwege mijn kleren. Dead Rising 2 off the record is eigenlijk Dead Rising 2, maar dan speel je met... Hoe heet die ene gast? Met een camera. Oh nee! Ah. I will tell you everything! Dat is niet... Oh. Stefan? Ja? Dit is volgens mij niet zo'n heel goede situatie waar we ons in bevinden. Ja, maar hey, jij hebt gelukkig wapens. Ja, maar hier liggen allemaal wapens op de grond, jongen.
Oh! Bots! Oh, je zit echt alleen maar dingen naar toe te gooien, of niet? Hier, ik heb zo'n Queen Bee, die ga ik omgooien. Holy shit, hij leeft nog? Leeft hij nog? Ja, hoezo? Volgens mij leeft hij niet meer, toch? Nee, hij heeft geen HP-ding. Ligt er nog goede wapens misschien? Nee, een sledgehammer! Ja. Staat wel in de brand, wat geeft niet. Oh, we moeten de loaders even allemaal kapot gaan maken. Ja, ja, kom eens. Oh shit, dat is niet goed. Oh oh. Ouch. Oh, holy moly, dat is geen goede. Oké, dat is. Nope, nope, dat is niet goed. Dat is niet fijn, dat is geen goede plek voor. Oké, weet je, succes, want jij wil alle wapens. Wil ik mijn. Ik heb één wapen, ik heb alleen maar een sledgehammer. Jammer joh, nee, die ring had je ook. Nee, maar die heb ik al gebruikt om die loader kapot te maken, dat net, jongeman. Hop, hop, hop. Hoppa Gangnam Style. Nee, Stefan. Gewoon nee. Kom, laat me dat ding oppakken, kut. Hier. Dankjewel. Kut, sorry, hoerenkots. 52, holy shit, ik heb al 55, 56, 57, 58, 59. Wat de? Wauw, 60 zombies achter elkaar gekild. 62 zombies. Nodig is kapot, man, zo ben ik. Nou, is gedaan, jongen. Waar de fuck ben jij dan? Ik werd in een cartridge dump. Ze noemden ze nou mijn little shit, dat is ook niet echt aardig, moet ik zeggen. Ja, maar ze noemen je gewoon bij hoe je heet, weet je? Klopt. Ik wou dat ik zo heette. Little shit? Het zou te cool zijn, hè niet? Klinkt echt ontzettend cool, Daan. Ja toch? Oh, hij pakt me weer. Nee, wacht even. Huh? Pot! Ik help deze loader is ook weer kapot. Boom. Get fucked, loader. Oh nee, dat is een monster! Stefan, kijk uit, er is een monster! Ja, succes man. Haha, daar ben jij. Fucking mongol dat je bent. Jij bent echt de grootste mongol die je kent. Mooi toch? Oh, ik heb koffie. En Daniel, ik werk in de gehandicaptenzorg, weet je wel? Mooi toch? Kan je nagaan hoeveel mongols ik eigenlijk ken? Dus jij noemt je cliënten mongols, dan moet ik echt aan je baas laten zien dit. Nou, mijn cliënten zijn wel mensen met het syndroom van Down. Serieus? Nice. Dus je hoeft niet bijna met een sledgehammer tegen dat ding aan beuken, terwijl er beide bij staan. Nee, dat hoeft niet. Hij is al kapot, man. Oh nee! Explosies. Goh, wat onverwachts. Hij gooide naar mij toe. Dat zag ik nooit aankomen. Oh. Sorry, man. Nooit zien aankomen. We kunnen niet gewoon opklimmen. We kunnen gewoon langslopen. Oh, daar is een vrouw hier. Een vrouw? Ja! Gang rape, ik bedoel van Oh nee! Wat gebeurt er allemaal? Ze maakt zichzelf door, wat een idioot hè. Wat een goede stemactrice. goeie poep. Je kan ze geen nee zeggen. Typisch jongens, hè. Ah, nu is Marion dood of zoiets. Is Marion echt serieus dood? Wat een idioot. Wat? Ik miste wat. Wie is er dood? Oh, de Acid Rain. Die Marion. Wie is Marion? Die ene chick die niet kan lopen. Oh, dat is balen. Ja, het leven is soms als Marion. Het loopt moeilijk. Hey yo. Dat is toch die grap van die ik heel vaak gehoord heb over die ene van die van dat spel met dat je met die ballen moet oppakken en dat nummers opstaan. Wij noemen dat Lingo en Lucille Werner. Ja, dat ja. Ja, dat is. Jij weet hem. Tuurlijk. Ik weet nog wel, ik was een keer bij mijn opa. Mijn opa had longkanker, is er ook aan overleden. Minder. Toen was hij een keer Lingo aan het kijken. En pliep, pliep, pliep. En nou, tijdens het Lingo kijken begon hij best vet ziek te worden en zo. Begon hij dik bloed te hoesten en zo. Super naar. Minder. Ja, voor hem hoor. Ja, dat lijkt me ook minder voor hem. Hé, hey, nou, we moeten de aflevering even afsluiten. We zijn bijna klaar. We kunnen net zo goed even doorgaan, toch? Waarom zijn we bijna klaar? Het spel. Nee, man. Daan, we gaan even de aflevering afsluiten. Maar ik ben even auw. Ja, jij ligt toch te rusten. Mensen, bedankt voor kijken naar deze aflevering. Ik hoop jullie volgende aflevering weer te zien. Doei! Beta.